Even terug herhalen van ons eerste deel, het klavertje 4 van een geslaagde overname. Dus de vier kerngedachten zijn: we nemen een gezond bedrijf over, hindernissen zijn uit de weg geruimd, de overnameprijs is redelijk, kan dus terugbetaald worden uit de cashflow van het overgenomen bedrijf en de financieringsmix is rond. Zoals gezegd gaan we even in op overnamefinanciering van kleine of zeer kleine ondernemingen die vaak geen toegang hebben tot de klassieke bankfinanciering. Een typisch voorbeeld daarvan is een gespreide betaling, de huurkoop. Een voorbeeld daarvan is een broodjeszaak, café, handel, een krantenwinkel. Daar komt het vaak voor dat de overnemer de overnameprijs betaalt door bijvoorbeeld elk jaar 1/5 van de overeengekomen overnamesom te betalen. Het is uiteraard een bijzonder groot risico voor de overlater. En ook voor uzelf als koper moet u toch even bij stilstaan welk risico u neemt. Stel dat u een zaak overneemt met een gespreide betaling op 5 jaar. Het vierde jaar komt u een crisis tegen waardoor u die vijfde valdag niet meer kan voldoen. Dan moet u er rekening mee houden dat de overdracht van de handelszaak kan teruggedraaid worden. Want het is een eigendomsvoorbeeld dat pas de overdracht tot stand komt bij een volledige betaling. In de praktijk zien we dat alleen maar voorkomen in zeer kleine transacties. De huurkoop. Vendorloon, ben net al ter sprake gekomen, letterlijk vertaald een lening van de verkoper aan de koper, maar eigenlijk in de praktijk toch veel meer gezien als een uitgestelde betaling en in tegenstelling tot de huurkoop wel een definitief uitgestelde betaling. Er is dus geen sprake van een eigendomsvoorbehoud. Maar indien de overlater bereid is om pas betaald te worden nadat alle bankaire overnamefinanciering is terugbetaald, wordt dit door de banken aanvaard als eigen vermogen. En ik heb hier ook een cijfervoorbeeldje om dat even duidelijk te maken hoe krachtig een vendorloon kan zijn om een financieringsmix rond te krijgen. Stel, we hebben een bedrijf van 300.000 overnamesom. De overnemer beschikt slechts over 30.000 eigen middelen. En de bank eist 30% eigen vermogen. Als nu de verkoper akkoord gaat om 80% van de overnamesom vandaag te ontvangen en een uitstel van betaling toestaat van 20%, in dit geval 60.000 euro na 5 jaar, nadat alle kredieten zijn terugbetaald, dan ziet het plaatje er helemaal anders uit. Je ziet het daar schematisch onderaan. Eigen middelen in strikte zin 30.000, 10%. Vendorloon wordt hier beschouwd als quasi-eigen vermogen. Samenkomen aan 90.000 is 30%. Dan is er nog een bankkrediet van 210.000 om de overnamesom van 300.000 rond te maken. Een earn-out mogen we niet zo direct zien als een financiering, maar wel een manier van uitgestelde betaling. Komt vaak voor wanneer de koper zekerheid wil hebben dat de zakengang wel goed verder verloopt. En in die zin is het een goede manier wanneer alle partijen het beschouwen als een kers op de taart, dus eigenlijk als een extraatje. Vaak zien we echter dat een earn-out in de overnamecontracten wordt ingelast om een beetje paspunt, een beetje in de overnameonderhandeling. Stel dat de overnameprijs 100.000 bedraagt en de koper wil maar 80.000 bieden, dan kan het wel eens zijn dat een overnamebemiddelaar met een voorstel komt om die 20.000 ontbrekende op te vullen met een earn-out. Dat is een garantie voor discussies. Want de koper is van mening dat er maar 80.000 verschuldigd is en de verkoper blijft op zijn honger voor nog 20.000 die nog moet binnenkomen. Escrow account, moeilijk woord, moeilijk correct te vertalen, zou het best omschrijven als een geblokkeerde rekening. Eigenlijk een soort alternatief voor een bankgarantie als zekerheidsstelling voor toekomstige betalingen. We zien bij overnames groot en klein vaak een aarzeling van de verkoper om door te gaan met het proces als hij niet zeker is dat de betaling wel zal volgen, terwijl de koper niet wil betalen als hij zeker is dat alles wordt opgeleverd. Een escrow account, een geblokkeerde rekening, kan hier een oplossing bieden. Vergelijk het een beetje met een huurwaarborgrekening. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is eigenlijk het geld staat op een afgezonderde rekening en kan enkel gebruikt worden voor het doel waartoe het bestemd is. Even dieper ingaan op de zeer kleine ondernemingen, de eenmanszaak of vennootschap. Wanneer u een eenmanszaak zou overnemen, goed voor ogen houden. Bij een eenmanszaak is er geen onderscheid tussen het privévermogen van de handelaar en zijn zakelijk vermogen. Als u een tweede verblijf heeft aan de kust bijvoorbeeld,
Is nogal duidelijk dat wanneer je zou failliet gaan, gaat dat ook onder de hamer. Als u een eenmanszaak overneemt, zit dat tweede verblijf er niet bij. Dat is nogal duidelijk. Maar er zijn wel heel wat randgevallen. Bijvoorbeeld een winkel met woonst. Zit die woonst ermee in? Ja of nee? Voertuigen, privégebruik, ook soms al zijn ze afgeschreven geweest op de zaak. Belangrijk om daar goede afspraken over te maken. Dat is van belang bij een duidelijkheid op de overdracht. Dus de eenmanszaak heel duidelijk afbakenen. Een klassiek voorbeeld, een heel kleine zaak, is bijvoorbeeld telefoon. Zou zeggen een telefoonnummer. Telefoonnummer, als het maar via die telefoon ook bestellingen worden gedaan voor de zaak, behoort het onbetwistbaar tot de handelszaak. Hetzelfde met een Facebook-account. Als er via Facebook reclame wordt gemaakt voor de handelszaak, dan is die Facebook-account ook een onderdeel van de handelszaak en wordt dus ook mee overgedragen. Wanneer we sprake is van een vennootschap, dus een NV of een BVBA, dan hebben we sowieso een aparte rechtspersoon. Dan gaat u geen probleem hebben met eventueel een tweede verblijf van de zaakvoerder, want er is weinig kans dat die op de vennootschap staat. Maar moet u wel het onderscheid maken tussen wat is de aandelen en wat zijn de handelszaak. Nu, het is daarnet in de presentatie van Marijke ook aan bod gekomen. Als koper kiest u eigenlijk altijd best, als u kan kiezen tenminste, altijd best voor de handelsfonds. Waarom? Het is fiscaal interessanter. U kan afschrijven zelfs als het materieel al volledig afgeschreven is. Als u dat koopt, is dat tweedehands materiaal, kan u dat uiteraard niet opnieuw voor 5 jaar, maar kan u dat opnieuw voor 2 of 3 jaar afschrijven. Het is beter financierbaar, want het is een waardevoller onderpand dan pand op aandelen. En er is ook een directe link met het onderliggende actief. Dat hebt u daarnet ook gezien in de presentatie. Het heeft ook een minder groot risico. Als u handelszaak overdraagt, dan draagt u de geschillen niet mee over. De geschillen blijven op de vennootschap, niet op de handelszaak. Om het even visueel voor te stellen, als u aandelen overneemt, dan neemt u zowel het actief en het passief over, en het gekende en het ongekende van de zaak. U koopt eigenlijk een gesloten doos. Als u een handelszaak overneemt, dan neemt u eigenlijk alleen die elementen uit die nodig zijn om de handelszaak te runnen. Kunt u dus eigenlijk visueel voorstellen dat u die radertjes uit de doos neemt die voor u interessant zijn. Nu bij een overname, klein en groot, komen toch wel heel wat aandachtspunten tegen die toch meer uitleg vragen. Bijvoorbeeld bij een overdracht aandelen vooral, let erop dat alle posten in de boekhouding van klanten en leveranciers, dat u daar een saldibevestiging van ontvangt. Dus wanneer u een vordering hebt op een klant, moet u de zaak als leveranciers wilt zijn ingeschreven aan de andere kant. Afschrijvingstabellen. Al het materieel dat in de zaak aanwezig is, moet u de historische kostprijs, de historische factuur en het huidige boekwaarde kunnen terugrekenen op basis van afschrijvingstabellen. Handelsuurcontract staat eigenlijk los van of dat u nu aandelen of handelszaak overdraagt. Personeel gaat in elk geval mee over. Dat u aandelen overneemt of handelszaak, personeel gaat over aan dezelfde voorwaarden. Lopende kredieten gaan enkel mee over bij overname aandelen. En dan moet u ook dat voorbehoud maken dat de bank in kwestie wel het voorbehoud kan maken omdat ze de kredieten herzien bij overdracht. Buitenbalansverplichtingen, dat sluit even aan bij daarnet het risico bij een overdracht van aandelen. Een klassiek voorbeeld van een buitenbalansverplichting is eigenlijk aansprakelijkheid na levering. U hebt bijvoorbeeld een elektronicazaak, u hebt zaken geleverd, de klanten hebben tot 2 jaar terug om terug te komen met eventuele defecten. In de bouwsector bijvoorbeeld zijn dat aansprakelijkheden tot 10 jaar. Dus als u een bouwzaak zou overnemen via overdracht van aandelen, dan bent u nog tot 10 jaar aansprakelijk, mocht er iets mis zijn. Nu kunnen we daar geen schrik voor aanjagen. De meeste ondernemingen zijn daarvoor netjes verzekerd. Nu, dat kan zich ook uiten in hele kleine zaken. Bijvoorbeeld een klantenkaart, dus eigenlijk kortingen aan klanten. Ook als u de zaak hebt overgenomen, die klanten behouden u recht op korting van de klantenkaart. Het kan ook zijn in verplichtingen waar u niet van op de hoogte zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de vorige zaakvoerder kan een promotie akkoord hebben gemaakt voor meerdere jaren met een plaatselijke voetbalploeg. Ja, als u het niet weet, zal het moeilijk zijn om dat aan te tonen dat u er niet toe zou gehouden zijn.
Een heel bijzonder aandachtspunt bij overdracht handelszaken, en we elke keer komen diezelfde vragen terug, dat zijn de fameuze attesten. De geest van een overdracht handelszaak is dat u de bestaande schulden niet mee overdraagt. De schulden aan leveranciers, schulden aan banken, het is de bedoeling dat de voormalige eigenaar zijn uitstaande verplichtingen terugbetaalt met de opbrengst van de verkoop van de handelszaak. Dat is de algemene regel. Maar deze vijf prioritaire schuldeisers, dus de federale en regionale belastingen, BTW, RSZ en de sociale kas, die hebben een soort volgrecht. Dat wil zeggen, als u een handelszaak overneemt en er zou toch nog een schuld zijn, dan kunnen zij die schuld nog komen innen, ook al is de handelszaak overgedragen. Hoe kan u zich daartegen beschermen? Dus met specifieke attesten, die maximaal 1 maand oud mogen zijn, op het moment van overdracht geen schuld is. Hier zien we heel vaak dat er ofwel nog 1 attestje ontbreekt, ofwel dat er eentje vervallen is. Om te vermijden dat dat heel de zaak tegenhoudt, kan u terug die escrow-account die we net gezien hebben boven water halen. U kan dan de betwiste som op een geblokkeerde rekening laten zetten, waardoor u de zekerheid hebt dat u wel zonder risico de zaak kan overdragen. Hier ziet u nog eens schematisch vanuit het perspectief van de koper. Ziet u dat u een aankoop van een handelszaak uit een eenmanszaak of van een vennootschap eigenlijk heel gelijkend is. In beide gevallen verwerft u afschrijfbare activa en kan u waarborgmogelijkheden op die activa aanbieden aan uw bankier. De verkoper zal in de eenmanszaak geconfronteerd worden met stopzettingsmeerwaarde, belasting in de personenbelasting, 16,5 of 10%, nagelang de leeftijd van de verkoper. Voor een vennootschap is het een meerwaarde, is gewoon belast in de vennootschapsbelasting, gemiddeld 25%. Vandaar dat de meeste aandeelhouders, dus de verkopers van aandelen, daar de voorkeur zullen aan geven. Als u aandelen overneemt, hebt u geen afschrijfbaar actief, kan u geen waarborgen op het onderliggend actief aanbieden. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer u aandelen zou overnemen, bijvoorbeeld van een bedrijf waar u zelf in werkt. Dat is een van de mogelijkheden, maar die reglementering is zodanig strikt dat het in de praktijk zeer zelden voorkomt. Hier kom ik nog even tot overnamemarkt als bron van informatie. Dus op overnamemarkt vindt u ondernemingen die te koop worden aangeboden, participaties, bedrijfsvastgoed. Hebt u ook een lijst met overnamebegeleiders die u kunnen helpen. En hebben we ook een rubriek financiering. Die ziet er zo uit. Op, daar staan een reeks artikels in die onder de aandacht schenken aan de overnamefinanciering. En er staat ook een opgenomen interview in met Katrien Kools. Zij is KMO-adviseur bij KBC Bank. En u ziet hier de vragen die in dat interview aan bod komen. Opname duurt ongeveer 7 minuten, dus neem daar ook eventjes je tijd voor. Op overnamemarkt vind je ook een overzicht van onze activiteiten. Dus de activiteit van vandaag staat netjes vermeld. We hebben elke maand, laatste werkdag van de maand, gratis adviesgesprekken voor kopers of verkopers. En dan kan u zich online voor inschrijven. Later deze maand doen we sessies specifiek voor de ondernemers en de loopbaan die een zaak willen verkopen. Met voorbereiding, pensioenvoorbereiding, zelfstandige en bedrijfsoverdracht, is later in de maand maart. En wij hernemen dat nog eens voor de Brusselse ondernemers in het Nederlands en in het Frans in de maand juni. Hier vind je mijn contactgegevens en onze partners. Zijn er nog vragen?